Even kijken. We hebben train nummer IC652. We komen vanaf Enschede. Dat is de enige mogelijkheid. We gaan naar Schiphol. We hebben een firm. En van NS. Kaartje erbij voor degenen die mij willen volgen. Dit stukje ligt op de... even kijken, dit stukje ligt ook op de IJssellijn. Dus je hebt het gevoel van, we rijden op de IJssellijn. Maar we gaan zo meteen afbuigen. Goedemiddag meester, u bent met deze IC naar Schiphol onderweg. Zometeen de DFT zult u moeten koppelen met het gereedstaande treinstel. Om daarna om 15:03 weer te vertrekken richting Apeldoorn. Succes. Dat doen we ook. Ja, de bovenleiding, de bovenlijn is zeer goed van Michael, gewoon. Dus, we komen aan in Deventer. Dames en heren, wij het volgende station, de station Deventer. Deventer gaan wij combineren met een gereedstaat treinstel. De deuren zullen daarom iets langer gesloten blijven. En hou u vast voor een eventuele schok. Afspraak ken ik nog. Jezus. Nogmaals, dames en heren, station Deventer. Deze trein gaat verder als Intercity richting Apeldoorn, Amersfoort, Hilversum, Amsterdam-Zuid en dan zijn bestemming Schiphol Airport. Maar eerst Deventer. Te Deventer zullen we eerst koppelen. De deuren zullen iets langer gesloten blijven en hou u vast voor een eventuele schok. Dat was niet de bedoeling. Nou ja. Ik wou hem netjes neerzetten en aankoppelen zoals laatst, maar goed. Ik vind het allemaal prima. Schok, geen... Dun, dun, dun. Oh jee. Nou, dat was Jeet. We gaan Jeetsen. Dat was Jeet. Even kijken. Kunnen we deze in ieder geval doen? Deze. Tan tan tan. Dankjewel voor de 25 bitjes.
Ja, ik ben wat verkouden. Ik ben al een week verkouden om wat te hoesten, dus ja, daar kan ik vrij weinig aan doen op dit moment. Dus, welkom op station Deventer. Ik zal wel even iets groter overzicht laten zien. Normaal gaan we hier rechts richting Zwolle. Dat is op de IJssellijn. Wij gaan er zometeen linksaf over de brug richting Apeldoorn. Park. Busstation. Ja, hier moet normaal nog een gebouwtje aanzitten. Maar goed, dat is... Deventer natuurlijk. Met deze keer... Vogelbouwen. Wachthokjes voor zover mogelijk. De kluisjes natuurlijk. Een kiosk. Dus in ieder geval zover mogelijk is het... mogelijk is het nagemaakt. In de mogelijkheden dat TS biedt. Inclusief de kap. Ziet er op zich zeer keurig uit hoor. En hier staan ook heel vaak treinen opgesteld die niet voor een ICM. Dankjewel, Redma Kappa. Ziet er in ieder geval goed uit. En dan. Ik heb hier ook wel vaak. Ik heb hier aardig vaak gestaan met op de treinwachten richting Zutphen. De trein richting Enschede. En dan heb ik wel eens een paar keer een goederentrein op een middelste spoor hier zien komen, vlak daar stoppen en dan weer terug. Maar goed. Ziet er in ieder geval goed uit. Dus wij mogen zo gaan. Ja, wel een zee van palen, maar ja, dat is, er was nog geen overkapping. Heeft hij geprobeerd te krijgen, maar het is hem niet gelukt. Dus ja, dan moest hij maar... Ja, volgens mij heb je dat ook al vaker gedaan, Oscar, of niet? Ja, dat is een bekend station. Nou, wij mogen zo meteen gaan. Dit is trouwens even de hele route tot nu toe. Dit is... vorige keer zijn we hier begonnen in Zutphen. We zijn naar Apeldoorn geweest. Nu gaan we van Deventer naar Apeldoorn. En zoals jullie hebben gezien, een stukje richting Vorden. Ook een zeer bekend stukje voor mij. Misschien wel naar voren zitten. Ja, het is een leuke toevoeging. Ook, het is voor mij een leuke toevoeging, maar ook voor jullie. Zoals ik zei, ik moet nog op mijn Discord, ik moet nog een keer eigen geluidjes toevoegen. Dus dat ga ik deze week even doen. Ga ik daar even op concentreren, zodat volgende week dat jullie misschien mij kunnen trollen met allerlei andere geluiden. Maar goed. Dames en heren, welkom in de Intercity naar Schiphol Airport. Wij zullen nog stoppen voor u op Apeldoorn, Amersfoort, Hilversum, Amsterdam-Zuid. En Schiphol Airport. Hoe heb je het getimed, Redma? Was een perfecte timing. Dun, dun, dun. En natuurlijk ons darretje, mochten we die niet vergeten. Maar goed. Ik moet zeggen, hij ziet er goed uit. Ook voornamelijk met, met de bomen. Ik vind de boom ook erg leuk. Ik dacht Radio Master of zo, of iets. Weet ik veel iets. Ja.
Nou, moet zeggen. Het ziet er op zich wel aardig mooi uit. Voor de mensen die vaker deze lijn natuurlijk hebben gereden, natuurlijk is dit voor jullie een zeer bekend stukje. Ja, er rijdt alleen SGM. Maar Darretje en SGM die deden al afwisselend. Maar nu is het gewoon volledig SGM. Dat zeker. Het is, net zoals andere routes, het is gebouwd op cabineview. Maar toch, als je hier naar boven gaat, is toch wel aardig wat uitgebreid. Maar eigenlijk alles wat gebouwd is, is heel efficiënt gebouwd. Dus, dus dat is op zich altijd wel mooi. Oprichting station Twello. het zijn 3D-bomen. Hij heeft het afgewisseld met 2D-bomen, zeg maar, een beetje. Want ja, 3D neemt toch wel een klein beetje resources in. Maar als je dat samenvoegt met 2D-bomen, dan krijg je toch wel een aardig mooi effect. Niet iedereen houdt van dit type spoor. Ik vind dat op zich nog wel aardig mooi. Maar goed, dat is persoonlijke voorkeur. Dus, station Twello, voor de mensen die in Twello wonen. Was van Deventer naar Holten. Toen gelijk auto gekocht. Ja, goed, ziet er goed uit. De route is nog niet uit, John. Nee. Hij is nog in ontwikkeling. Dus, wel wat lijkt het op de IJssellijn. Jawel, maar het is wel in vergelijking met de IJssellijn. Het is een andere bouw. Hij is wat lichter gebouwd, maar dat is niet erg. Maar je ziet bijvoorbeeld heel simpel bosjes langs de lijn, langs de weg. Het is gebouwd totdat je verder niet iets kan zien. Dus zeg maar, als ik zo kijk, moet er natuurlijk net niet bomen voorkomen. Maar je hebt altijd wat te zien. En anders wordt je zicht vervolgens geblokkeerd door bomen of wat dan ook. Dat is, bij IJsselijn is dat nog wel eens een keer helemaal open. Ietsjes harder natuurlijk. Weer een geel zijn. Ik moet zeggen, het is een zeer mooi bouwstijl. Ik moet hem echt nageven. Die heeft hij goed gemaakt. Ik ben geen expert op de bovenleiding. Dus of dat zich zagen over wat dan ook die afspanningen allemaal kloppen, dan... Jansen doet aan extreme EZR. EZR Jansen Edition. Dun, dun, dun. Sorry. Laten we dat maar niet doen. De late EZR Edition. Och, geweldig. Komen we door station Apeldoorn Osseveld komen ze om het heen. Ze zijn alweer in Apeldoorn aangekomen ondertussen.
Dit is een bankcamppunt dat hij even wat moet laden, omdat een nieuw scenery tower wordt ingeladen. Dus daar kun je vrij weinig aan doen. Station Apeldoorn-Osseveld. Iets verderop, dan heb je de aftakking richting Zutphen. Daar waren wij de vorige keer uitgekomen. Toen kwam van deze kant kwam een goederentrein. Dus, Zo. Oh. Op zich ruw. Ik vind hem niet gigantisch ruw. Ting. I know. Stefan, goedenavond, welkom. De vorige keer kwamen wij dus vanuit het linkerspoortje bij Apeldoorn de Maten. En dan komen we langzaamaan station Apeldoorn binnengerold. Dames en heren, het volgende station is Apeldoorn. In Apeldoorn kunt u nog overstappen op de stoptrein van Arriva richting Zutphen. Het allermooie Zutphen. De stoomtrein mocht deze rijden van de VSM. En natuurlijk op de Intercity Berlijn. En dan is op regionale en stadsbussen. Dank je, Redmar. Komt lopen, goedenavond. Welkom. Dun, dun, dun. Ai, ai, ai. Ik heb een behoorlijk lange trein. Dus we hadden er eigenlijk al moeten zijn, maar ik vind het hier helemaal prima. Nou, voor degenen die de vorige keer met de preview niet waren, dit is station Apeldoorn. Dutchcot heeft binnengevallen met een resubscriptie voor 30 maandjes. Ho, ho, ho eens. 30 maanden, 2,5 jaar. Toet, toet, hype. Ik kijk als het is Deventer mee, hoor. Gekappa. Nou, ook niet sinds het begin, sinds de Veels. Maar goed. Dus voor degene die niet Apeldoorn heeft gezien. Apeldoorn. Het is dus een stuk route tussen Zutphen, Apeldoorn. En dan Apeldoorn naar Deventer. Ik heb geen idee of die doortrekt naar Zutphen. Vanaf Deventer. Het zou mooi zijn als die doet. Daar heb je een mooi rondje. Hij is in ieder geval bezig richting Vorden. Dus, dank u Rob, dank u Rob. Ja, lijn 72 naar Altenburg. Altenburg is ook hier aanwezig. Dus, maar in ieder geval... Ik vind het nog steeds een zeer mooie route. Ook het stukje richting Apeldoorn is gelukt. Deventer-Apeldoorn ziet er goed uit. Deventer-Zutphen zag er al goed uit. Het is gewoon een mooi bouwstel. Het enige is, van sommige mensen heb ik gehoord dat ze de sporen niet leuk vonden. Dat het net niet past hier, een beetje te breed of zo met dit. Of iets, weet ik veel. Maar ja.
Je kunt er altijd zelf anders voor opleggen, maar goed. Victor parkeert er tussen overwegen in. Jullie kunnen dus met de DDA weer terug richting Deventer. Of hier gewoon uitstappen en naar de Albert Heijn toe gaan. Dan die dieren weer omchecken en dan de Apeldoorn weer uitzetten. Het is één persoon die het doet. Kom maar krachtig, bedankt. Nou, ik hoop dat jullie leuk hebben gevonden voor dit. Het is een kort stukje. Een zeer kort stukje. Maar het is wel een mooi stukje.